We are fucking back. Eerste aflevering van een spelercarrière met Waasland Beveren als mijzelf. Ik moet zeggen, mijn vorige dingen trokken op niets van spelercarrière modes, maar één. Mijn logro was super bon, maar natuurlijk ja, had ik pech dat mijn PC toen was gecrashed. De tweede was kei slecht, want ik zat in een team van een Bremen waar ik eigenlijk niets mee was. Wow. Waar ik eigenlijk niets mee was. En ja, dat was dus totaal geen slim idee. Ja, oké, noem dat maar WW, hè. Boeien. En nu zitten we terug in de Belgische competitie. Weet ik veel meer om te vertellen. En we spelen bij een team waar ik sowieso spelerkansen ga hebben. Dus. Oeh. Ik heb er zin in. En mooi direct starten zetten tegen C. Funchal. Ik ga het ook wel anders aanpakken. Vroeger speelde ik alles gewoon als speler. Maar nu ga ik dus ook spelen als team volledig. Dus daar ga ik nu ook mee starten. We starten links centraal vooraan. Nice, here we go. Oké, onze eerste wedstrijd voor Waasland Beveren. Waar we proberen ons best te doen. We zitten al in de tweede helft. En look at the juicy stuff. Gewoon bam op de keeper lopen. En hem dan binnen tikken. Bam, plus 1. Afmaken. Balotelli move. We did it. Wij zijn de eerste spits van Waasland Beveren en we moeten dat zo zien te houden door genoeg doelpunten te scoren in deze competitie. Dat is een doel. En sommigen zullen zich afvragen waarom Waasland Beveren gekozen. Waasland Beveren omdat, ja, ik heb dan die lokere dingen gedaan die redelijk goed was. Dat ik dat jammer genoeg niet kan afmaken. Dat mijn Club Brugge carrière mode van iedereen tof. Omdat dat, ja, speelt zich eigenlijk af in onze competitie die dat we gewoon zijn. In de Pro League. Dus dacht ik van ja, als we nu gewoon Waasland Beveren pakken, zitten we terug in die Pro League competition. We zitten bij een team waar we waarschijnlijk van in het begin kunnen blijven zonder uitgeleend te worden, omdat hun spitsenniveau ligt sowieso al niet hoog. Dus zie ik wel een kans om daar te mogen blijven. Dus ja. Ja, hier nu, jammer dat we waren gewisseld tijdens de. Ja, tijdens dat er werd gewisseld. Anders konden wij de penalty trappen en misschien 2-0 maken. Maar nu hebben we Henkens gebruikt om de 2-0 te maken. En ik ga ook af en toe afwisselen van ga ik nu spelen met player alleen of met full team. Zoals nu speel ik met full team. En zo gaat er wel afwisseling in zitten voor variatie in onze wedstrijd. Dus voilà, we hebben een goal gemaakt. Ik krijg dus wat de plusjes bij. Goeie start. 2-0 win. Oké, dus dat was de eerste wedstrijd al. Direct een goal gescoord. We mogen terugstarten tegen Lille. Maar de wedstrijd die niets met de competitie te maken hebben, ga ik gewoon simuleren. En dan kunnen we zo gewoon weer verder gaan in de gewone reguliere competitie. Waar we dan met de Belgische teams zitten. Zo, rest van de wedstrijd simuleren. Oké. Zo. En dan nog een wedstrijd tegen Benfica. Benfica, yo, dat wij dat gaan winnen. Ik denk het niet. Ik denk het niet, you crazy motherfuckers. Oh, damn. Zo. Zo. Oh, eerste wedstrijd is tegen Standaard de Liège. Oeh. Dan Gent, dan Mechelen, dan Bergen. En we mogen starten. Oh my god. Maar voordat we dit gaan doen, ga ik nog iets heel belangrijks doen. We gaan mijn speler een upgrade geven. Let's watch. Oké, we hebben de store en we gaan mijn speler een boost geven. Zo. Ik ga alles kopen wat ik kan kopen. Dus. Even geduld en ik ben zo terug. Zo, dat zit er allemaal op. Dus ik weet niet wanneer dat marcheert. Wow. We kunnen al een effectje toevoegen. Effectpas. Shirt uit de broek. Ja. Voilà, nu is het gebeurd. We zijn van 65 naar level 69 gegaan. In just one go. En nu gaan we Standaard beter kunnen pakken. Sowieso. Spelen met het hele team. Start met Umaru naast ons. En here we go. Eerste competitie game direct tegen Standaard. Hoe
erg kunt eigenlijk beginnen. Ja, dat is toch een van de moeilijkste wedstrijden om tegen te spelen, tegen Standaard. En ja, Steam is nog niet echt rock solid. En hier schiet ik en de keeper pakt hem, jammer genoeg. Was al direct een mooie kans voor Jones. Maar hij maakt het jammer genoeg niet af. Snik, 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 snik. Want ja, Standaard. Ik verwacht niet dat we gaan winnen. Ik denk dat dat ook niet echt de bedoeling is. We aimen niet om kampioen te worden of zo. We aimen zelf niet voor top 5 te eindigen als we in de middenmoot kunnen eindigen. Dan zullen we als hier blij mogen zijn. Natuurlijk kunnen we voor meer proberen gaan, maar de kans zit er niet in. Misschien beker van België zou echt wel mooi zijn, moesten we die kunnen winnen. Ja, dat is misschien wel een doel om te halen. Beker van België. En hier, rode kaart voor ons. En ik kan u zeggen, het zal niet de enige rode kaart zijn van deze wedstrijd. Ik weet niet wat er mis was met die scheidsrechter, maar er was iets waardoor dat er allemaal kaarten werden gegeven. Ja, echt zot. Dus we staan met 10 man op veld, tegenstandaar. Het is al 0-0, 60e minuut. En hier komt onze tweede rode kaart voor ons. We staan nog met 9 op veld, tegenstandaar. Fuck die shit. Hoe erg kan het zijn? Ik vond de fout, het was een fout, maar echt, hey, rood, kom aan. Oké, we chippen de bal weer weg. Oh. Oh my god. Was die afgeblokt? Nee, toch of wel? Nee, denk ik niet. Mukanji Bia voor Mpoku en het was dus wel afgeblokt. Oeh, sneaky corner. Oh, Venker. Shit, 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 weg. Oh my. Woe, dikke luck. Dikke luck. Oké, tijd is minuut al. Een halt 0-0. En wat gebeurt er nu? Bam. Onze derde rode kaart. Dolivo. Oh, ik krijg bijna nooit rode kaart. Drie rode. We staan nog met 8 op veld. 8 tegen 11 van Standaard. Ze hebben nog 8 minuten om te scoren. Oh, we moeten echt spelen zo op ultra defensive. Niet normaal. Maar check dit. Jones is moving around the standard squad. Come on, G's. Come on. Lopen terug, tikken, tikken, ja. Oh my damn, come on, keep on going, keep on going. Nee, echt belachelijk schot met die linkervoet. Ik denk niet dat ik 3-star weak foot heb. Als dat op 1-star slaat, zal het al veel zijn. 0-0 tegenstandaar, kei blij. Woe! We spelen gewoon 0-0 tegenstandaar met 3 rode kaarten. 3 fucking rode kaarten. Ik weet niet of dat jullie dat weten, maar. What the fuck, jongen, 3 rode kaarten. Geschorst, geschorst, geschorst. Besloten je uit te lenen, ik denk het niet. Ik denk het niet, mannetjes. Oké. Zulte, je had 2 wedstrijden gespeeld. Staat eerst. Lokeren, Gent, Luce. Brugge. Henk. Wow. Nou, dat is de volgende match tegen A-Gent, maar dat is voor de volgende aflevering. Dus, player Kane moet eens terug. Atletico carrière mocht hebben. We hebben Road to Brazil. Woe! We are fully back, boys! Ja! Oké, tot de volgende keer.